slap. Kloot ouwe hoer, echt. Hallo allemaal, welkom en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe kookvlog. Vandaag is het tijd voor de skiere maaltijd. Een maaltijd die goedkoop is. Gewoon een simpele, snelle maaltijd van het dingetje die je nog in de koelkast hebt liggen. Ik heb een heerlijke prijskraker knallen goedkoop stukje vlees. Ik ga iets maken wat René eigenlijk niet lekker vindt. Tenminste, ik heb het nog nooit voor haar gemaakt en ik hoor haar altijd zeggen, ik hou niet van witlof. Dus ik dacht, laten we vandaag eens iets met witlof maken. Want ik vind het wel lekker namelijk. En ik hoop dat ik René net zo enthousiast kan krijgen eigenlijk. Ja, witlof is een beetje bitter. Van zichzelf. Maar we gaan er iets aan toevoegen. We gaan er spek aan toevoegen en kaas. Waardoor het lekker smeuig wordt en wat zachter. Zodat de bitterheid van de witlof een beetje wegvalt. Wat gaan we daarvoor doen? We hebben een witlof. Die gaan we tja, door midden snijden. En dan gaan we hem grillen. Waarom gaan we grillen? Nou, ik vind het lekker. Nee, grapje. Rustig. Mocht ze het nou niet lekker vinden, hebben we in ieder geval een lekker alternatief. Want ik maak er gewoon een lekker broccoli pompoensoepje bij. Met lekker beetje knoflook. Niet te veel knoflook natuurlijk, want we moeten vanavond naar de radio. En anders stinken we uit onze bek. Dus dat gaan we niet doen. Ja, laten we maar beginnen. Witlof. Choppen we lekker door midden. De heel pan die staat al even aan. En we leggen hem gewoon en zo in de grillpan. Daarnaast maken we vast de avocado schoon voor de soep. Over het midden. Heel makkelijk. Beetje tricky natuurlijk. Kijk uit dat je hier niet snijdt. Maar dit is wel een handige manier om de pit te verwijderen. Knoflookje. Gewoon een keer. Beetje handig maniertje om snel een knoflook schoon te maken als je het ook niet helemaal heel hoeft te houden. Kijk, nemen. Kijk. Super mooi. Streepje. Klein beetje olie. En die knoflook. In zijn geheel. In de pan. Zoals ik zei, gaan we de witlof zo meteen in wat spek wikkelen. En dat is gewoon op z'n kop. Bij het spek. Ik doe nog op z'n kop. Zo dan. Voor de soep hebben we gewoon een fles pompoens. Niet te veel. Want daar zit ontzettend veel suiker in. En wel gezonde suikers natuurlijk. Het begint lekker een beetje te bakken. Oh, moet je kijken, lekker hè. Nou ja, het handige met de soep vind ik persoonlijk dat je eigenlijk alleen dingen zoals ui en knoflook, aubergine, ja, je moet dat een beetje aanvoelen, maar met de olie. Ga je die lekker bruneren eigenlijk. Ja, bruneren is meer. Het handige met de soep is, vind ik. Nee. Weet ik veel. Goed verhaal. Even kort. Lang laten bakken. Dat die gewoon. Hij moet net niet verbranden eigenlijk. Want dat zwarte, als je net niet zwart hebt, is gewoon lekker gekarameliseerd. Zodra je er dan water bij gooit of bouillon om hem lekker te laten koken en sudderen en gewoon wat je dan ook wil. Een slap. Kloot ouwe hoer, echt. Kijk. Oef. Zal ik anders maar gewoon de camera neerzetten en gewoon koken? Wat praten? Dat is. Soep maak, lekker. Lekker soep maak. Dus als je er dan water bij doet, gaat het geheel natuurlijk lekker inkoken en al die. Zwarte, dat gekarameliseerde en zo, dat komt dan helemaal vrij. En dat komt gewoon helemaal door de hele soep terecht. Nou, de witlof is klaar. Vuurtje kan uit. Een heel klein beetje zout op. Echt niet te veel, want de spek is natuurlijk al zout genoeg.
alleen maar inpakken. Een prikkeltje er doorheen. Blijft allemaal net een beetje zitten. Zo. Even de knoflook in de gaten houden. Kijk, ondertussen zie je dat de knoflook een lekker bruin kleurtje begint te krijgen. Nou, op dat moment gooien we de pompoen erbij. Wat we nu nog nodig hebben zijn wat stukken kaas. Maar René houdt wel van kaas, dus dan maken we kaas erop. Dan zeggen we gewoon op de ovenplaat. Nou, Regie, die komen af en toe even kijken wat voor geluidjes allemaal horen. Dus, zoals je gezien hebt, stap 1, witlof grillen. Stap 2, spek erop met een beetje zout. Stop je ze doorheen zodat het lekker blijft zitten. Stap 3 of 4 of 5, ik weet niet wat ik allemaal gezegd heb. Kaas erop. En that's all you need to do. Oven voorverwarmen, 160 graden. En daar gaan ze. Voor zover de witlof. Super makkelijk. 10 minuutjes in de oven en dan nog eventjes checken. Als de kaas lekker gesmolten is, dan is die gewoon klaar. Dus nu zijn we nog bezig met de soep. De pompoen ligt erin. En dan gaan we nu de avocado's uitlepelen. De avocado's uitlepelen. Nu gaan we de avocado's uitlepelen. Lepelen. Je wilt de avocado's uitlepelen? Dan gaan we de avocado's uitlepelen. Lepelen. Dus, avocado. Zo, de pompoen, de knoflook. Avocado's bij, erin. Hoppakee. Maar er allemaal bij, geen probleem. Met de handjes blijven wassen natuurlijk. Zo'n hekel aan vieze handen. Ah, ja, daar doe ik het dus. Ik heb al een aantal keer gemerkt dat ik tijdens het filmen de camera ergens vasthoud, waardoor ik niet meer te verstaan ben. Ik ben er dus achter welk gaatje ik dicht gedrukt hou. Welk gaatje. Kaartje dat is. De soep staat op, beetje roeren, maar op zich wel wat hoger vuur nu. Even lekker laten bakken en dan gewoon een volle kan water erop of erin. En een bouillonblokje, wat je lekker vindt, kipbouillon, runderbouillon of gewoon groentebouillon. En dan een uurtje laten sudderen en heb je lekker soepje. Kommetje water. Bouillonblokjes erbij. En niks meer aan doen. Witlof zit in de oven. De soep staat op. Het enige wat we moeten doen is het vleesje bakken. En that's it. Mocht je er nou niet uitkomen, mocht je twijfelen, mag je natuurlijk altijd even een berichtje sturen. Ik doe er straks zo nog alleen een beetje sojamelk bij. Om het een beetje romiger te maken. Maar that's it. Misschien dat ik er een heel klein beetje sambal in. Dat is wel lekker. That's it. We gaan nu alleen het vlees nog bakken en dan heb ik alles voorbereid voor wanneer René thuis komt. Nou, dit zijn à la minute lapjes, dus die zijn echt zo klaar. Zoals je ziet, de pan staat roken. Ik heb er niks aan toegevoegd om te bakken, dus geen olie of wat dan ook. Dus ik gooi de vleesjes zo erin. Half minuutje. Ik draai ze om. Jam, jam, jam. Oh, dat ruikt zo lekker. En het gas gaat uit. Dat ging snel, hè? Ik heb daar niet in geknipt of zo. Ik heb echt laten zien hoe ik het doe. Pan, bloeiheet. Lapjes erin. Omdraaien en vuur uit. Waarom? Ook omdat we het natuurlijk pas vanavond gaan eten. Dus laat ze lekker in de pan liggen, een beetje doorsudderen. En dan kun je ze vanavond gewoon pan aanzetten, hoog vuur, zodat het gewoon lekker warm wordt. En dan is het klaar. Niks meer aan doen. Nou, als je het goed hebt gedaan, ziet het er ongeveer zo uit. Nu gaan we het uur van de waarheid
Nou, baby. Ja? Alle kijkers verteld. Ja? Dat jij niet zo'n fan bent van witlof. Nee. Maar, je hebt nog nooit mijn witlof op. Dus ik heb er een paar dingetjes mee gedaan. Waardoor ik denk dat jij hem wel lekker gaat vinden. Maar daarom heb ik als reserve de soep gemaakt. Zodat we in ieder geval nog lekker eten hebben. En we hebben ook nog eitjes in de koelkast. Dus echt weer het bovenste bord pakken. Ik heb ook nog een bestek eronder. Dus dames en heren, dit is het geworden. Proost. En we gaan nu René de reactie zien. Ga je gang. Ik geloof niet dat je meteen een gat in de lucht springt, maar dat je in ieder geval kunt zeggen. Ja. Maar het middel is gewoon beter vanaf. Ja. Maar ik zou nog steeds niet zelf uitkiezen. Nee. Ja. Daar ben ik weer blij mee. Jullie hebben het gezien, ik mag blijven. Nee. Vooralsnog. Nou, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het weer een leuke kookvlog vond. En dat je het zelf thuis kunt gaan maken. Wat ik al zei, mocht je nog vragen hebben of iets wilt weten, stuur ons een berichtje. Like de video, abonneer eventjes hieronder. En tot de volgende keer. Smakelijk. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.